En je krijgt dus dit jaar dan ook de hele rare situatie dat in Amsterdam wel vuurwerk verkocht mag worden. Want ze kunnen die mensen niet zomaar verbieden, dat is onmogelijk. Maar je mag het niet afsteken. Hoeveel procent maakt dat nu van uw totale omzet om? Van onze jaarlijkse omzet is het ongeveer 18%. Van onze jaarlijkse omzet in de winkel. Stel je voor dat de burgemeester het vuurwerkverkoop helemaal zou verbieden. Maar dan zullen we dus wat anders moeten erbij zoeken. Ja. Wat anders erbij moeten zoeken. Maar wat denkt u? Gaat dat door, zo'n vuurwerkverbod? Nou, ik kan het me nog niet goed voorstellen. Maar als je nou nagaat dat er dus dit jaar in Nederland voor 77 miljoen verkocht is en dat er nog zeker 25 miljoen uit het buitenland komt, dan is er ruim 100 miljoen euro aan vuurwerk afgestoken. Nou, die mensen kan je niet... Kun je niet verwaarlozen. Er zijn een hele hoop mensen. Wat denkt u? Zal er dan ook geen vuurwerk meer afgestoken worden? Nou, ik denk nog meer. Want dan krijgen de mensen de lol aan en dan wordt alles in Duitsland gekocht. En nog erger in Polen, waar het allemaal veel harder gaat als dat het in Nederland gaat. Dus dan wordt het alleen maar erger. Dus dat, u denkt dat een vuurwerkverbod eigenlijk maar averechts werkt? Ik ben er van 100% van overtuigd dat het averechts werkt. En je krijgt dus dit jaar dan ook de hele rare situatie dat in Amsterdam wel vuurwerk verkocht mag worden. Want ze kunnen die mensen niet zomaar verbieden, dat is onmogelijk. Maar je mag het niet afsteken. Dus je krijgt hele rare dingen. De handhaving, dat wordt toch een moeilijk punt? Nou, ik denk dat degenen die bezig zijn met het vuurwerk in een slecht daglicht te stellen en die rotzooi schoppen, het alleen maar leuker krijgen. Want dan kunnen ze dus handhaving gaan plagen. En mooier is er niet natuurlijk voor dat soort mensen. Als het weggaat, dan zullen we een andere oplossing moeten zoeken. We zullen toch onze inkomsten moeten maken ieder jaar. Dus ja, ik weet nog niet wat. Maar het is voor het ons bedrijf nog even nog niet aan de orde. Wat er dan nog in vuurwerk in Nederland is, het is lekker makkelijk om te zeggen, dan exporteer je het maar naar het buitenland, naar Duitsland bijvoorbeeld, want dat wordt geroepen. En dan gaan de Nederlanders het weer vlug terughalen uit Duitsland, dus het schiet allemaal niet op. Er zijn mensen die nemen het rond 14 juli mee uit Frankrijk, is het ook volop te koop. In Zwitserland rond 1 augustus kan je net zoveel vuurwerk kopen en zware lawinepijlen en weet ik veel wat. Bepaalde gebieden, bepaalde pleinen, dat ze zeggen, daar mag je het afsteken en nergens anders. Ja, het zou leuk zijn, maar ik geloof daar niet in. Als jij met een stel kleine kinderen, met een gezin van 5 kinderen, kom jongens, dan gaan we op de fiets naar het rembrandveld, want dan gaan we ons vuurwerk afsteken. Dat werkt niet. Absoluut niet.